Goedemorgen. Het is al behoorlijk druk zo vroeg op de ochtend. Ja, zeker. Het loopt hartstikke goed. Dat is natuurlijk hartstikke fijn voor het scouting. Ja, want daar gaat het om, hè? Om wat extra geld in te zamelen. Ja, het is uiteindelijk de bedoeling om wat extra inkomsten te hebben waar we weer leuke dingen voor de kinderen mee kunnen doen, voor het programma te maken. Ja. Dus mensen kunnen hier een tafel huren en kunnen ze zelf spullen verkopen. Of ze kunnen spullen doneren aan de scouting en dan verkopen wij die zelf. En mensen betalen 1,50 intree. En we hebben een keuken waar mensen voor een koffie, thee en een broodje en de alles bij elkaar. Dat is de opbrengst van de scouting vanuit de markt. Ik kom even achter de kraan bij jou, Rinus. Ik zie hier heel veel technisch spul. Wil je er vanaf? Graag. Heel geëren. En hoe komt het? Doe je er niks mee of is het te veel over? Ik ben verhuisd en dan staan we zelf versteld van wat dan ook op zolder ligt. En het nieuwe huis is een stuk kleiner, dus ik moet er vanaf. Elektrotechniek is wel mijn vak geweest. Maar ja, dat komt er toevallig aan en ik heb het met Nelly samen verdeeld. Van wat mij een beetje vak-eigen is en wat haar een beetje vak-eigen is. Waar je beste kan verkopen. Hopelijk, ja. Nou, het is in ieder geval al lekker druk zo, dus dat moet lukken. Ja. Hoewel, ik zie dat de mensen heel pragmatisch aan het kopen zijn. Zelfs schoenen, dat verwondert mij. Maar het is heel pragmatisch natuurlijk en dit soort dingen, ja, voor de liefhebber zou ik zeggen. Zeggen voor de liefhebber, voor de hobbyist. Of iemand die net groter is gaan wonen, die heeft een grote zon. Ja, maar de liefhebber moet er komen. Paid $100 for Albert suit and clothes. He's a man. De hoeveelste keer hebben jullie deze voorjaarsmarkt al? De 13e keer. Ja, dus 13 keer voorjaarsmarkt. En we doen ook altijd in het najaar hebben we een speelgoed- en kinderkledingmarkt. Dus voor de 13e keer al. Dus dat is wel iets wat inderdaad wel de moeite is om te doen. Ja, voor ons is het zeker de moeite om te doen. Het kost wel wat. Wij werken vooraf natuurlijk met de voorbereiding. Maar daar zijn we in een clubje voor. En dat is ook hartstikke gezellig en leuk om te doen. Jullie staan hier van de scouting. Dit is de ruimte waar de scouting zelf alle spullen verkoopt. Ja, klopt. Een van de ruimtes. In het BV-lokaal hebben we een andere ruimte waar we ook spullen verkopen. Ja. En hoe komen jullie dan aan die spullen? We zetten een stukje in de krant. Dan kunnen mensen aangeven als ze spullen hebben. Dan komen ze ophalen als ze zo wat grotere spullen hebben. En als ze kunnen hier ook altijd langskomen om spullen te doneren. Ja. Oké, er staat van alles. Waar zie ik? Dus dat gaat lukken. Ja, zeker. Dat gaat lukken. Oké, succes. Ja, dankjewel. Ik kom even achter bij jouw kraam. Ik zie hier van alles hangen over het KWF. Volgens mij staan jullie hier voor het goede doel. Ik sta hier inderdaad voor het goede doel. Ik hoop geld op te halen voor KWF-kankerbestrijding. Ja, nou, dat staat van alles wat. Spullen die je verzameld hebt in de loop van de tijd? Verzameld in de loop van de tijd en ook giften van andere mensen. Ja. Doe je daar vaker zo op een markt om geld in te zamelen? Heb ik nog nooit gedaan. Dus dit is de eerste keer. Dus ik ben ook heel benieuwd. Okay. Dus, ik hoop ook voor de KWF-kankerbestrijding om... leuk wat te verkopen. Volgens mij gaat dat zeker lukken. Dat hoop ik inderdaad wel. Succes. Ja, dankjewel. $100 for Albert suit and clothes. He's a man, but he do the wrong. Frankie went to the scouting, is hij zelf ook nog groeiende? Of? Nou, de scouting zit best wel in een lastig vaarwater wat dat betreft. Het is heel erg moeilijk om de kinderen erbij te krijgen. Dus vooral de jongste groep hebben dit jaar ook eigenlijk voor de eerste keer hebben de allerjongste groep, die hebben we niet meer. Dus we zijn echt heel erg zitten we verlegen om nieuwe aanwas. En want dat is voor de scouting ook belangrijk, omdat uit de kinderen die groeien door naar oudere groepen. En daar komt vervolgens onze leiding uit voort. Dus wij zitten heel erg verlegen om dat de kinderen uit Magestel bij de scouting willen. We draaien elke week een hartstikke leuk programma, heel afwisselend. Dus iedereen is altijd welkom om op vrijdagavond of op zaterdagmiddag om een keer mee te komen doen om te kijken of ze het leuk vinden. Dus maar de informatie staat ook allemaal op onze site www.scoutingmagestel.nl. Dan kunnen ze informatie vinden vanaf welke leeftijd draaien die groepen? Vanaf, volgens mij vanaf 6 jaar. $100 for Albert suit and clothes. He's a man, but
wrong. Maar hoe kom je uit België in Moergestel terecht? Ik ben mijn hart gevolgd. Ik woon in Oosterwijk nu, sinds 10 jaar. En geen spijt van gehad dus? Mis wel het leven, het leven rond Brugge, het culturele, is heel veel te doen. En Oosterwijk is toch wel een beetje... Vandaar dat je naar de markt komt in Moergestel natuurlijk, hè? Een mooie aankondiging. Koop een pen en steun onze vereniging. Om welke vereniging gaat het? Het gaat om de Midget Golf Club in Oorschot. Wij hebben een baan in Spoordonk liggen. Misschien al wel bij heel veel mensen in Moergestel ook bekend. Er komen heel veel Moergestelse mensen. Dus we doen nu eigenlijk meer de promotie voor onze dinsdagmiddag 50 plus middag. En wanneer kan of mag je lid worden van de vereniging? Iedereen mag lid worden. Hoe meer leien, hoe meer plezier wij hebben. Per se 50 plus of? Gewoon lid van de club. Daar kunnen alle leeftijden worden. Alleen die dinsdagmiddag doen we speciaal voor 50-plussers. En wordt leuk bezorgd. U hebt net wat gescoord op de markt, zie ik. Ja. En je weet wat ik gekocht heb. En plafonnieren, een broodkastje en drie lampjes voor de tuin met voor kaarsjes. Hey jongens, ik ga naar huis, ik moet ontbijt maken. Veel succes en bedankt voor al jullie moeite. Houden we. Wat voor lokale omroep is het dan? Van hier, van Moergestel. Van Moergestel? Ja.